Vandaag zijn we op de velden van JVC. JVC hier in Kuik, die al meer dan 90 jaar bestaat. En dat is niet alleen met voetballen, want er zijn ook allerlei andere activiteiten. En vandaag willen we graag even aandacht vragen voor iets heel bijzonders. Namelijk voor ALS en voor viral jabben. Ik kan het bijna niet uitspreken. Maar bij mij hier heb ik Geert-Jan Heil en die weet er alles van. Allereerst, JVC, viral jabben, wat heeft dat met elkaar te maken? Viral jabben heeft eigenlijk in principe weinig met elkaar te maken. Maar we hebben 24 jaar geleden, hebben wij als vriendengroep voor de eerste keer viral jabben georganiseerd. We willen gewoon een keer met als vriendengroep een ludiek evenement organiseren. Het is viral jabben geworden. Daarna helemaal niks meer mee gedaan. Tot eind vorig jaar heeft Sjaak Wellesse, bestuurslid van JVC, mij gevraagd. Geert-Jan, we bestaan 90 jaar en we willen weer iets ludieks doen. Zou je nog een keer het viral jabben willen organiseren? Ja, daar hebben we heel erg enthousiast ja op gezegd. Ik heb onze vriendengroep gemobiliseerd en nu zijn we hard op weg om, om er een succesvol evenement van te maken. Ja. Die vriendengroep, die bestaat al heel lang en heeft een speciale naam. Vertel daar eens iets over. Ja, die vriendengroep bestaat al heel jaar. Het is een gemixte groep, ook met verschillende leeftijdscategorieën. De meesten kennen elkaar al van kleins af aan, hebben elkaar in de jeugd gevoetbald. Anderen zijn er later bij aangesloten, maar we hebben allemaal één ding gemeen. We zijn allemaal JVC'ers, we hebben allemaal bij JVC gevoetbald. We zijn nu met z'n tienen en we noemen ons de Ocean's Ten. De Ocean's Ten, waar komt die naam vandaan? Ja, er zijn een paar schoppenjakken geweest die banken en casino's zijn overvallen. Er zijn films over gemaakt en eigenlijk is dat daaraan gerelateerd. Een beetje de boefjes van... De boefjes van JVC. Banken overvallen doen jullie niet, maar jullie organiseren allerlei andere dingen. Nu speciaal binnenkort voor een vriend van jullie. En dat is geen fijn verhaal, want de vriend van jullie heeft de ALS. Vertel. Ja, vertel. Het is sneller gezegd dan gedaan om daarover uit te weiden, maar het is gewoon heel erg lastig. Peter die is 3,5 jaar, Peter Voor is 3,5 jaar geleden gediagnosticeerd met ALS. En is eigenlijk een verschrikkelijke ziekte. Het enige voordeel is dat je geen pijn hebt, maar voor de rest vallen al je spierkracht weg. Op een gegeven moment kun je niet meer lopen, niet meer met je arm bewegen, niet meer spreken. Dus een hele lastige situatie. En hij zit eigenlijk midden in de vriendengroep en wij worden daarmee geconfronteerd. Dus daar willen we iets aan doen. Wij willen met Peter herinneringen maken. We hebben al heel veel herinneringen gemaakt, maar eentje ervan is het viraljappen. Ja. Het is een heel heftige ziekte, zoals je al zegt, want de prognoses, men kan niet beter worden van ALS. Nee, het is een progressieve ziekte en meestal wordt aangegeven dat de levensverwachting tussen de 3 en 5 jaar is. Peter is het er al overheen, maar we proberen toch zo lang mogelijk met Peter herinneringen te maken. Dat is een heel mooi doel, herinneringen maken. Is Peter daar echt actief bij betrokken? Ja, Peter die is vroeger projectmanager geweest en die willen altijd zelf de touwtjes in handen hebben. En nou nog met het motiveren op social media, delen met de zaken voor dit evenement. Daar is hij keihard voor aan het werk. Ik mag wel zeggen dat Peter de betrokkenheid, hij is een paar maanden geleden pas uit de kast gekomen. Want het is wat om toe te moeten geven dat je ALS hebt. Maar sindsdien staat hij er heel open in en helpt hij ons van alle kanten, zover hij kan. En nu hebben jullie bedacht, JVC in samenwerking met jullie vriendengroep, of omgekeerd, jullie vriendengroep met JVC, om een geweldige activiteit hier te gaan organiseren. Ja, een geweldige activiteit is eigenlijk een ludiek evenement waar de lach eigenlijk de overhand moet spelen. Het gaat over viraljappen. Het vindt hier ook plaats. Er wordt een viraljapbaan opgeblazen. We hebben al bij de brandweer geregeld dat daar ook het water in komt. En met een stok moeten de deelnemers in teams van 3 proberen naar de overkant te springen. We hebben verschillende opzetten. We hebben dadelijk een wedstrijd voor de snelste teams die zo snel mogelijk aan de overkant komen. Ook voor degene met de verste afstand.
We hebben de Natte Poedelprijs. Dat wordt ook degene die het mooiste in het water terechtkomt. Daar hebben we ook een prijs ter beschikking gesteld. En daarnaast, naast Vierljep, hebben we ook een goed groot voetbaldartbord waar de jeugd en ouderen hun geluk kunnen beproeven en proberen de 180 te scoren met een bal. Kijk, mooie activiteiten op een voetbalveld nog wel. Jaren geleden is er ook al zo'n baan hier geweest. Daar zijn nog wat oude beelden van. Deed jij toen ook al mee aan jouw vriendengroep? Ik heb in de voorbereiding gesprongen, maar daarna heb ik me eigenlijk toch op het organiseren toegelegd. We hadden toen ook rond de 40 teams van 3 personen die deelnamen. Dus echt actief springen, dat zal er voor mij niet meer in zitten. Daar laten we over aan onze doelgroep tussen de 15 en 30 jaar. Dus daar zijn we ook nog op zoek naar deelnemers om die enthousiast te krijgen. We zijn ook bezig met het zoeken van sponsoren. We hebben er al heel veel en dat moet ik wel nageven. Desondanks de coronacrisis zijn heel veel middenstanders toch bereid om iets extra te doen. Niet in een vorm van geld, maar in een waardebon, in een drankcheck, in een eetbon. En daar er is nog bijna niemand die nee heeft gezegd. Dus het is wel een complimentje voor de Kuikse ondernemers. Het is goed om hier nog een keer te benadrukken. Ja, dat is mooi om te vermelden. Maar goed, jullie zoeken nu dus teams. Want hoeveel teams kunnen er meedoen? Wij streven naar tussen de 40 en 50 teams. Maar natuurlijk kan iedereen komen kijken en ze aanmoedigen, of niet? Jazeker, dat is ook de intentie. We willen ook naast het publiek wat hier komt, willen we nog een podium bouwen tussen de kantine en het hoofdveld. Zodat ook daar onder genot van een warm of een hapje en een drankje men naar het Vierljep kan kijken. Ja. En zijn er kosten aan verbonden? En wat gaat er met het geld gebeuren? Voor de toeschouwers zijn er geen kosten aan verbonden. De inschrijvende teams, daar vragen wij €24 per deelnemend team. Maar daar krijgen ze ook heel veel, kunnen ze ook heel veel voor terugkrijgen op het moment dat ze een van de winnende teams zijn. En tot nu toe hebben we een van de hoofdprijzen is een LG-televisie, gesponsord door Expert. Dus dat is al een mooie zesde. Maar we zijn nog op zoek naar even grote sponsoren die ook iets bij kunnen dragen. Ja. En het geld wat jullie daarmee ophalen, wat ga je daarmee doen? Er zijn verschillende manieren waarop we geld ophalen. We zijn flink sponsoren aan het benaderen. En er zijn al heel wat die gewoon 250, 500 of zelfs €1000 hebben overgemaakt naar ALS. En naast het inschrijfgeld komen natuurlijk ook een paar kosten wat er vanaf getrokken moet worden. Kosten van de huren van de Vierljepbaan. We hebben afgesproken met JVC dat op die dag zelf dat we 10% op de consumptieprijs zetten. Die 10% gaat ook weer naar de ALS. En zo proberen we toch zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor ALS. We zetten er ook van die potjes op waar mensen geld in kunnen doneren, ook voor de ALS. Dus, Hebben jullie nog een streefbedrag of kan het gewoon niet hoog genoeg zijn? Streefbedrag. Ik heb met Peter overlegd. Die heeft zelf vorige maand een actie opgestart waarmee hij bijna €10.000, misschien zelfs nu al €10.000 heeft opgehaald. En ik heb eigenlijk uitgedaagd dat wij er wel overheen zouden gaan. Ik weet niet of het ons lukt, maar het is wel een mooi streven om daar ook te focussen en dan Peter toch nog een keer te verslaan. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Want de competitie moet er blijven. Komt Peter zelf ook kijken? Peter is eigenlijk onze eregast die dag. En als kerst op de appmoes hebben we ervoor gezorgd dat er s'avonds na het Vierljep een benefietwedstrijd wordt georganiseerd. Ook nog. En daar is ook van iedereen van harte welkom. Kijk. Nou Geert-Jan, Peter mag trots zijn op zo'n geweldige vriendengroep die hij heeft. En jullie natuurlijk op Peter. Als er nu mensen zijn die meer informatie willen hebben en die zich willen aanmelden natuurlijk, of die geld of goederen willen storten, waar kunnen die nog terecht? Ja, het belangrijkste waar ze terecht kunnen is op de JVC-website. Dat staat speciaal aangegeven voor het Vierljeppen. Dan kunnen mensen en doneren en een team inschrijven van 3 personen. Daarnaast gaan we ook nog flyeren met A3-posters bij ondernemers in Kuik. Dus binnenkort zul je ook daar wel die posters zien hangen. Er komt een stukje in de Maasdriehoek, komt een stukje in de Kuikse Stier. Dus zo proberen we toch aan de promotie te komen. Maar het belangrijkste nogmaals, via de website van JVC kan alle informatie gevonden worden. Inschrijvingen, donaties. Dankjewel en
Mocht je toch nog gaan springen, hou het droog, hè? Ja, misschien één keertje. Nog even kijken of ik het nog kan. Dank je wel. Oké. Thank you.